Volgens mij loop ik nu bij iemand in de tuin. Wel een hele mooie tuin. Ik dacht, hey, een stukje water hier. Misschien leuk om even foto te maken, maar ik zie nu dat die grens aan dit huisje achter mij, dat is gewoon een stuk tuin. Wel een mooie tuin als je zo woont. Goed, even weer terug naar het echte pad. Je zult ongetwijfeld weten waar ik ben, als je tenminste mijn vorige video hebt gezien. Ik ben natuurlijk in Denemarken. Ik zie er waarschijnlijk een beetje moe uit. Ik heb 8 uur gereden om hier te komen. Helemaal bovenin Denemarken. Skorping, of Skorping, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. In het gebied van Rold Skof. Daar ben ik nu. En ja, ik ben eigenlijk nog maar net een paar uurtjes hier. Ik heb even lekker op bed gelegen, even een uurtje geslapen. Even gegeten en nu gaan we op pad om eigenlijk even een beetje de omgeving te verkennen. Want eerlijk gezegd, ik heb geen idee waar ik nu precies ben. Natuurlijk weet ik waar ik ben, maar de hele omgeving heb ik natuurlijk nog niet eerder gezien. Dus ik ga even een stukje lopen en ik neem jullie gewoon mee. Ik heb in elk geval op Google een steiger gezien bij een hele groot stuk water. Dus dat is misschien leuk om in ieder geval daar even naartoe te lopen. En ja, wie weet zit er ook nog eens een keer een leuke plaat in vanavond. Het zou wat gaan opklaren zo. De zon zou nog een beetje doorbreken. Dus wie weet gaan we een leuke foto maken. Dit is trouwens het huis waar ik net bij in de tuin stond. Denk ik. Het ziet er wel een beetje verlaten uit, maar geen idee. Maar mooi huisje hoor. Oeh. Het gebied waar ik nu ben heeft het grootste bos van Denemarken, 8600 hectare groot. Dat is natuurlijk enorm. En vooral de mooie kronkelende bomen staat dit bos bekend om. Dus ik hoop natuurlijk deze week een paar hele gave platen te gaan maken. Dit is toch wel echt een heel mooi stukje, of niet? Ziet het dan? Gaaf, hè? Ah, de zon die komt al door achter mij. En dat is wel gaaf. Het bos is best wel donker, dus je krijgt hele mooie stukken met licht hier ook. Heel tof. Het licht dat gewoon net even zo doorbreekt. Ja. Ik ga deze week denk ik nog heel veel foto's maken. Hoop ik tenminste. In elk geval heel veel hectare lopen. En het weer lijkt ook wel goed te worden. Voor maar één dagje regen. Op zich ook niet erg als een beetje licht is. Kan het heel mooi werken natuurlijk. Hier ook weer hele mooie bomen. Ik zie hier om de 10 meter wel een mooi plaatje. Heel gaaf. Goed, dat stukje terug trouwens ook. Ik denk dat ik daar zeker nog van de week even naar terug ga. Maar dit ook weer gaaf. Heel erg tof. Het is niet dat we in Nederland geen bos hebben of zo, maar dit is toch anders. Er zitten bepaalde kronkelingen in die bomen. Dat moet het gewoon zijn, denk ik. Dat het zo toch een beetje anders maakt. Nou, we zijn nu echt bijna. Ik zie hier links al het water naast mij. Dus die steiger moet elk moment gaan komen. En als het helemaal niks is, dan vind ik vast wel een ander mooi plekje. Want ook hier weer zie ik allemaal weer mooie bomen. Kijk bij dit stukje, dit is een mooi uitzicht geloof ik. Ook niet verkeerd hè, ook niet verkeerd. Oh. En ik ben hier maar een weekje, ik ben hier maar een weekje. Voor mij moet ik gewoon hier nog even langer blijven of zo. Gaaf. Goed, voor mij moet ik hier naar beneden. En dan kom ik denk ik bij de steiger. Moet in ieder geval naar beneden toe. Naar het water.
Dus daar ga ik nu naartoe. En dan zou die steiger hier zo vlakbij moeten zijn. Zoals je net waarschijnlijk wel zag, zijn er wat mensen bij de steiger aan het zwemmen. Ik ga toch even kijken. Misschien dat ze zo weggaan. Want anders kan ik daar natuurlijk niet echt een foto nemen. Even kijken. Misschien zijn ze zo klaar met zwemmen. Of ja, ik ze wel weg. Het ziet er niet uit dat ze snel uit het water gaan. Dus ik ben even een stukje doorgelopen. Alleen eigenlijk moet ik wel aan die kant blijven. Want ja, de zon die gaat daaronder. Dus ja, hoe verder ik loop, hoe minder ik de zon in mijn beeld krijg. In ieder geval de zonsondergang. Dus ja, ik weet niet of het zin heeft om verder te lopen. Ik loop wel even een klein stukje. Kijk, hier zie ik nog een leuk plekje. Maar ja, dat is gewoon niet echt in de plek. Een beetje niet echt een goede plek voor een zonsondergangsshoot, denk ik. Als die mensen nou gewoon even weggaan, dan kan je nog even een shot maken daar. Nee, dit is geen goede plek voor zonsondergang. Dus ik loop toch maar weer terug. Eens even kijken hoe lang het duurt het nog. Tot de zon. Zeg, hebben we nog al even hoor. Het duurt nog een dikke uur voordat de zon ondergaat. Dus ik ga ervan uit dat die mensen niet nog een uur in het water blijven liggen. Ik ga natuurlijk ook langzamerhand afkoelen. Dus ik loop gewoon terug. En dan gok ik het erop dat ze daar weggaan, want ik vond die steiger op zich wel leuk. Het is een redelijk massieve steiger met een eind een trapje. Met een lange sluitzijde kan het wel heel leuk worden. Een beetje beweging in de wolken. Dus daar hoop ik eigenlijk op. Dus eigenlijk wil ik gewoon wel daar de foto nemen. Dan kunnen we dat weer van het lijstje afhalen en dan hoef ik daar in ieder geval niet meer naartoe. Dat scheelt alweer één foto. Ja. Ja, ik ga gewoon terug, ga even wachten, kijk wat ze doen. En gaan ze niet weg, dan ga ik gewoon een stuk teruglopen in het bos. Dan hoop ik dat er genoeg licht is om misschien bij die kronkelende bomen nog even een foto te maken. We will see. We gaan in ieder geval even een stukje terug. Wat heel tof is van Denemarken, of eigenlijk wel heel Scandinavië, want ook in Zweden, Noorwegen, Finland ben ik geweest natuurlijk, heb je allemaal plekken zoals deze, waar je gewoon kunt gaan zitten met familie, vrienden, om te gaan barbecuen. Er staat gewoon een barbecue, leuke bankjes staan hier. Sommige plekken kan je zelfs ook overnachten. Hier in Denemarken mag het geloof ik niet, maar zeker in Zweden, Noorwegen mag het wel. Finland dacht ik ook, dat je gewoon ja, naar een hutje kan gaan of je neemt je tentje mee, je gaat gewoon kamperen waar je wil. Dat is toch wel jammer dat dat in Nederland niet kan. Echt jammer. Ik denk dat ze gewoon te bang zijn voor overlast, brandgevaar, vandalisme. Ja, blijkbaar zijn wij als Nederlander toch niet zo verantwoord dat we dat kunnen. Dat is toch echt jammer. Ik zie hier voor mij dat de twee dames die aan het zwemmen waren uit het water zijn. Dus dat houdt in dat we kunnen gaan fotograferen. Even kijken wat mooi is, want zoals je ziet, de camera staat achter mij. Als ik gewoon, ja, wat natuurlijk heel vaak gebeurt als je steigers fotografeert, dat je gewoon recht de steiger voor je hebt, mooi in het midden. Kan heel mooi zijn. In dit geval denk ik van, niet heel spannend. Nu heb ik hier beneden ook het trapje. Misschien is het ook gaaf om heel dicht hier op te staan, dat je net lijkt of je het water zo in kan lopen. Dus dat is heel tof, maar ik heb nog iets moois gezien. Er liggen hier, daar, twee stenen. Als ik een beetje aan de zijkant ga staan, dan zie ik dat trapje ook wat mooier in beeld.
dat mijn kamer nu het water in pleurt. Dus dan met die stenen misschien hier voor mij in het water. En dan die stijger zo. De zon gaat dan rechts zo onder. Dat kan ook wel heel mooi werken. Dus ik denk dat ik eerst hier even mijn kamer neer ga zetten. Misschien dan daar nog even heen rennen om daar nog een foto te maken. Moet ook opschieten, de zon. 10 minuutjes, dan is hij wel achter de bomen. Dan is hij natuurlijk nog niet onder, maar dan is het licht wel weg. Het is misschien nu ook wat te fel hoor, maar we gaan even snel aan de slag. Ik zeg niks. Ongelooflijk dit. Oh, dat heb je natuurlijk altijd bij dit soort plekken. Mensen. Oké, ik hoop dat ze zo weggaan, dan kan ik nog even de foto nemen. Enige stijger waarschijnlijk in de buurt. Ze zijn weg. Oh. Het probleem nu even is dat de zon heel fel is. Ik heb echt een hele mooie compositie met die stenen hier, die stijger mooi wegloopt. Zon. En de zon is zo fel dat die... Ja, er is nog geen foto van te maken. Dus ik denk dat ik dit plekje even onthoud. Dat we hier staan. Dan loop ik even, toch even naar de trap toe. Kijken of ik hem daar nog kan nemen. Want ja, hier gaat het sowieso nog niet lukken nu. Het is te veel. Even een kijken. Ja, te veel, veel zon nog. Oké, ik loop even die kant op. Jullie mee. Ja, tas mee, jullie mee. Oh, niet te hard rennen. Anders gaat die stijger als een gek bewegen. Valt mijn kamer in het water. Hebben we dat weer. Kan ik de rest van de week niks doen. Zo. Ik zet jullie even hier achter neer. Nee. Dit is hem niet. De stijger die ligt echt heel erg los. Beweegt veel, dus terug naar het eerste plan. Ik weet eigenlijk niet of het eerste plan was, maar in elk geval hier voor me stenen stijgen. Zonlicht staat nu mooi achter de wolken en achter de bomen, dus hier blijven we nu staan. We hebben alleen inmiddels weer iemand die het leuk vindt om even te gaan zwemmen. Goed, zit gelukkig heel ver weg, die shop ik er wel uit. Dus dat moet hier achter ook allemaal mensen die aan het roepen zijn. Altijd leuk. Ik vind het blij dat ik morgen gewoon ergens in een rustig stukje bos ben. Goed, we gaan deze even proberen. Nou, ik denk dat ik in elk geval één foto meer heb. Oh, het was een beetje chaotisch. Ik was echt een beetje, dat is een nadeel als je fotografeert en vlogt tegelijk. Dat je en je wilt vloggen en je wilt foto maken en ik zie twee composities. Dan heb je allemaal mensen op de stijger, mensen die zwemmen. Het is een beetje chaotisch, maar nu heb ik rust gevonden. Ik heb denk ik echt een leuke compositie zo. Ik twijfel of ik misschien een paar passen hier naar links ga, omdat ik dan net even dat trapje iets mooier in beeld krijg. Ik heb nu even twee foto's gemaakt en het is een beetje donker, maar ik denk dat deze, even laat zien, die kan wel eens een foto zijn waar ik iets mee kan. Ik heb een stomme fout gemaakt. Ik heb namelijk date achtergelaten in mijn verblijf. Dat mooie huisje waar ik zit. Echt super mooie plek trouwens, midden in het bos. Echt perfecte plek. Ik zou er zo gaan wonen. Echt hele mooie plek. Maar in ieder geval, ik heb mijn date laten liggen in het huisje. En zoals je ziet, ik ben alweer een beetje aan het krabben en het doen. Want er vliegt natuurlijk weer van alles rond hier.
Dus morgen, of als ik zo meteen thuis kom, eerst wat ik ga doen is date pakken in mijn tas stoppen. Dat is het begin. Goed. Ik twijfel even. Kijk, zal ik nog een stap naar links gaan? Dus even kijken. Ik ga even de foto wat beter bekijken. Oké. Dit is het. Dit is de plek. Ik moet eerst naar links gaan. Komt het trapje net iets mooier op de foto. Compositie top. En die klote mug nu om me heen, die neem ik op de koop toe. Ik doe gewoon mijn capuchon even op zo. En oh, heel erg tof. Ik zal jullie even laten zien. Zou je misschien afvragen waarom ik foto's blijf schieten? Want ik heb natuurlijk nu de foto al gemaakt. Ik denk eigenlijk al dat ik de foto gezien heb die ik net. De foto die ik net aan jullie liet zien, dat misschien de foto wordt. Maar ik blijf toch even schieten. Waarom? Het water verandert, de wolken veranderen, het licht verandert. De compositie blijft misschien hetzelfde, maar misschien gaat er. Als je gewoon nog een beetje door blijft fotograferen, kan er misschien nog eens nog net even iets moois gebeuren. Net even iets mooie wolken in het water. Even ietsjes donkerder zetten ook. Eén stapje, één stop. Kijken of dat nog wat mooie effecten opgeeft, levert. Het is eigenlijk gewoon even een kwestie van nu aftasten. Een beetje overbelichten, een beetje onderbelichten. Het kan net zijn dat het licht op het water schijnt, waardoor je net een lelijke reflectie krijgt in het water. Maar het is eigenlijk nu gewoon een kwestie van als je compositie goed is, blijven schieten. En dan kijk je later wel wat er allemaal op je geheugenkaart staat. Zo, dat is het beste. Zo blij met deze statiefkop. Het is zo makkelijk. Zo. Om hem gewoon ietsjes te verstellen en dan blijft toch gewoon, als het goed is, mooi waterpas. Yes, perfect. Oké. Iets meer groot doe ik nu. En ik denk dat ik iets meer bijbelichten ook. Kijken, histogram checken. Ik heb niet te veel overbelicht op het randje. Top. Ja. Terrible. I know. I forgot the spray. Yeah. Oh my god. Never do that again. Zo. Snel inpakken en wegwezen, want ik weet niet of je het op de film kunt zien, maar het wemelt van de muggen hier. Zo, statief klap ik onderweg wel in. Wegwezen! Zo, dat was even vluchten. Voor mij kan deze ook wel af nu. Even vluchten voor de muggen, want ik was heel erg op het laatst. Allemaal van die kleine mugjes. Ik weet niet of ik geprikt ben, maar voor mij valt het wel mee. Maar jeukt een beetje. Maar ik was niet de enige die last van had. Het was iemand die wou gaan eten daar. Die vluchtte ook. Dus dit keer was het niet helemaal dat ze alleen op mij afgingen, gelukkig. Maar zo in ieder geval gelijk even daten in mijn tas. Dat is wel handig voor morgen. Wat heb ik gedaan qua foto's? Ik had natuurlijk twee ideeën qua compositie. In eerste instantie wou ik even gewoon op de steiger bij dat trapje. Ja, de steiger die bewoog. En ja, dan met de lange sluittijd lukt dat natuurlijk dan niet. Dus dan moet je met een hele korte sluittijd gaan werken. Wat op zich zou kunnen, alleen ja, dan is het voor mij niet zo'n spannende foto. Dan is het voor mij net alsof je een kiekje maakt. Dus niet iets speciaals. Toen heb ik natuurlijk de twee stenen teruggelopen naar de twee stenen in het water. Mooi de steiger van af de rechterkant in beeld. Toen de zon eenmaal onder was, toen was dat echt perfect. Ik heb een aantal mooie platen kunnen maken. Ik denk, ik ga gewoon even eentje uitkiezen die ik jullie kan laten zien zo. Wat heb ik gedaan daar? Ik heb eerst even met een
Ja, ik heb in een little stopper gewerkt en een hard verloop, twee stops en een soft verloop, twee stops. Dus drie filters eigenlijk. Waarom die twee verloopfilters? Omdat met hard grad was het net in het begin in ieder geval niet, ja, er was nog te veel licht, dus er moest nog een filter bij. Dus heb ik toch voor de soft gekozen. En dat pakte goed uit. Later heb ik nog de hardgrad weggehaald. Ja, gewoon eigenlijk standaard recept F11. Niet heel ingewikkeld. Dat is het eigenlijk. Dus ik ga de foto's ook toevoegen die ik gemaakt heb. Ja, misschien heb je de dronebeelden gemist. Die had ik geen tijd meer voor. Het was natuurlijk een beetje chaotisch allemaal. Met de mensen die aan het zwemmen waren en op stijgen gingen staan. En, nou, soms loopt het allemaal een beetje anders. Deze week ga ik er zeker nog een aantal keer op uit. Ik ga natuurlijk niet alles filmen, maar ik beloof dat ik er nog een mooie vlog ga maken. Ik hoop dat die dan in een mooi bos is met die mooie bomen. Dat ik die ga vastleggen met zonlicht. Dat is misschien leuk om daar een video van te maken. Dus ga ik even kijken. Misschien wordt het ook compleet wat anders, maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en we gaan elkaar weer zien. Laatste stukje, loop ik nu naar beneden, zoals je ziet. Gelijk naar beneden.